De hele school maakt een erehaag voor de zesdejaars, want voor hen zijn het echt de laatste uren in de lagere school. Ja, het gaat een beetje wennen zijn en aanpassen, want ik ben hier nu de lagere school gewend, maar dan ineens het middelbaar. Dat is een heel ander verhaal. Dus ja, maar ik weet niet of dat, ja, dat, ik denk wel dat het goed gaat komen. Maar ja, ik ben heel zenuwachtig om die stap te maken. Door corona was het natuurlijk ook een heel speciaal jaar. Want het was wel even stom, want we moesten zo in bubbels. Maar ja, dat was voor de veiligheid natuurlijk. Maar ja, ik vond dat niet zo leuk. Maar ik denk dat dat zo later, als we zo 40 zijn of zo, zal dat altijd nog wel blijven zitten. Zo van, oh, heb jij corona meegemaakt? Ja, ik heb dat meegemaakt. Heel veel dingen zijn weggevallen, maar onze school heeft wel ervoor gezorgd om het nog het beste van te maken. Er is wel zo een voordeel geweest voor de mondmaskers. Als je zo aan het praten bent in de les, dan kan je dat minder goed zien. Voor Kay was dit jaar extra lastig. Ik was gekomen van Engeland in het begin van dit schooljaar. En het is wel moeilijk voor mij, omdat ik praat geen Nederlands. Maar de juffen en de kinderen hebben dat begrepen en het helpt mij, zodat ik kan beter Nederlands praten. Hier en daar wordt er een traantje weggepinkt, maar het einde van het schooljaar betekent natuurlijk vooral vakantie. Ik ga denk ik veel kamp doen en zo de laatste tijd nog doorbrengen met mijn vrienden, veel hobby's doen. En dat lijkt mij heel leuk, ik heb daar heel veel zin in. En dat is nog zo'n beetje de laatste keer dat ik met mijn vrienden ben en dan is het de grote stap. Dus ik denk wel dat ik een hele leuke vakantie ga hebben. Ja, en volgend jaar veel op bezoek komen. Ja. Super tof dat je onze video hebt bekeken. Je weet wat je nu te doen staat, hè? Liken en abonneren om niets van Karwi te missen. Ah ja, check zeker deze video's.